En welkom bij Leerpools met Roland. En we zijn alweer aan beland bij hoofdstuk 5D. In dit hoofdstuk gaan we het hebben over de woorden voor goed en slecht op zijn pols. En links staan in het zwart de woorden op zijn pols. En rechts en bij één zin ook onder in het rood is de Nederlandse vertaling. Dus in principe is rood gewoon altijd de Nederlandse vertaling. Dus hoe zeggen we goed of slecht op zijn pols? Nou, goed is bijvoorbeeld, kan dobre zijn, maar het kan ook dobre zijn. Dus dobre of Het staat er niet bij, maar het kan dobre of dobsch. Dus afhankelijk van de context, dus dobre of dobsch. Dan hebben we zwem. En dan hebben we zwem. Zwe. Herinner dat we de kronkel L, dat we die uitspreken als een W. En je ziet het in de vertaling al staan, het hoeft niet altijd, woord betekent niet altijd slecht. Afhankelijk van de context van de zin kan het ook gemeen betekenen. Dus als we hebben over een gemeen, over een kwaadaardig persoon eigenlijk, dan wordt dat woord ook gebruikt. Vuprachuk. Vuprachuk. Prasatkoe. Ik moet het wel goed uitspreken natuurlijk. Prasatkoe. Ik zie het staan en ik spreek het heel anders uit als hoe het er staat. Dus dat is natuurlijk niet goed. Dus dat moet ik natuurlijk ook even goed doen. En dan hebben we ook nog Niyeshwe, dus Niyeshwe, Niyeshwe. Letterlijk betekent het niet is slecht, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Dus dit is de juiste vertaling hier. Dus Niyeshwe. En dat was hem alweer, deze Poolse les voor nu voor vandaag. Dus bedankt voor het kijken naar deze les. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende les weer. Dus voor nu, tot ziens.